Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Resident Evil aflevering. En tevens de allerlaatste, jawel. Ik ga het gewoon in één sessie nu uitspelen. Ik heb een beetje proberen te kijken hoe lang het nog duurt. En ik ga ervan uit dat deze aflevering maximaal 40 minuten duurt. Wij gaan verder met Ethan. En ik wil jullie allereerst nog even bedanken voor de support op deze serie. Ga ik waarschijnlijk aan het einde van deze aflevering nog een keer doen. Maar het is nog... What the fuck are you? Oh, Ethan die praat opeens. Maar we gaan hier lekker mee verder. In de beschrijving, als je deze aflevering afkeken, staat een linkje naar een nieuwe Let's Play. Outlast 2. Daar kan je op drukken en dan ga je daar een nieuwe Let's Play van mij in een awesome, nog enger horrorspel zien. We gaan in ieder geval verder met Ethan. We drukken deze deur op. Yo, what the fuck? Waar de... Oh, ik moet hier doorheen. Ik dacht al, what the heck? Oké, en... It's all your fault. Waarom is het mijn fout? Wat? Ik vraag me nog steeds af wat dat meisje nou heeft gedaan. We kregen vorige aflevering kregen we nog die scène met vader en al die Holy shit. Wat? Waarom zijn we opeens buiten? What the fuck is dit? Oké, we gaan nu dus weg bij die boot. Ja, juist. We laten verder lopen. Holy shit. Dit doet me een beetje denken aan het begin, want toen liepen we ook buiten. Weet jullie dat nog? Wat? Een heli? Waarom een helikopter? Wat? En hoe? Klim er overheen. Oké, dat deed echt heel moeilijk. Maar we hebben leven gezien. We hebben een helikopter voorbij zien vliegen. Oh mijn fucking god, en... Serieus? We nemen deze vis mee, hier onder het huisje. Oh shit. Oh, waarom ga je hierheen? Ja, ik begrijp natuurlijk dat je Mia wil redden. Maar Ethan. Je bent echt een gekke man om hier zomaar alleen heen te gaan. Holy shit, wat hebben we hierachter? Oh, een safe room! Oké, en wat is dit? Akrome saltmijn. Zout? Een zoutmijn? What the fuck? Een zoutmijn. En een kaartie met... Are they watching us from that heli... Die helikopter zag ik net! Psychonauts. Een radio, hallo? Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Ik ben er. Zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Dat lukt je toch niet, want Evelyn die kan... Wauw, hier ligt die! Ziek! Yo, we hebben hem al een keer eerder gevonden, maar toen heb ik hem nooit opgepakt, waar ik eigenlijk echt super dom bij was. En... Oh, we hebben Mia! Kijk! Yo, dat is wel heel snel. We hebben Mia... Wat? Er stond dat we Mia spul hebben gekregen, maar ik zie het niet eens staan. Waar staat Mia spul dan? Mia spul, waar ben je? Oh, hier is het! Oh, die nemen we sowieso mee. Sowieso die pipi bijzen. Met die corrosief spul lijkt me denk ik heel handig. We nemen sowieso die grenade-launcher mee. Daar wil ik even mee gaan kutten. Bommen. Bommen lijken me ook ontzettend handig. Yo, check even wat we hebben. We moeten even dit heel goed gaan uitvoeren, hoor. Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik hier even iets gekocht. Ik heb helaas niet genoeg muntjes gevonden voor het Magnum-wapentie. Maar we hebben hier een stabilizer die we gewoon kunnen gebruiken als het goed is. Hupsakee. En daarmee... Au, kunnen wij sneller reloaden? Ik moet nog opslaan, maar ik zit nog een beetje te kijken wat ik nou precies mee wil nemen en wat niet. Want ik zit met het probleem dat ik niet heel veel... ja, ik heb natuurlijk wel heel veel ruimte in mijn inventory, maar het kan meer, weet je. Het kan meer. We hebben ook maar 5 kogels. Ik moet die mee, ook al hebben we daar maar 5 kogels voor. Ik neem sowieso ook de bommen mee, voor als we misschien nog een groot gevecht krijgen. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik ben echt oprecht heel benieuwd wat we gaan krijgen. Ik neem zo de rest ook de handgun gewoon mee. Dat doen we alle kogels voor meenemen. En dan gaan we denk ik maar gewoon erop uit. En dan gaan we kijken wat we allemaal gaan tegenkomen hier buiten. Daar hebben we 3 inventory spots vrij. We hebben een miljoen kogels, dus het gaat helemaal goed komen.
komen. We gaan dit doen, jongens. We gaan het spel uitspelen. Oké, daar gaan we dan. We gaan op deze deur. En dan gaan we hier... Ik weet niet wat we gaan tegenkomen. Ik ben zeer benieuwd. Ook wat die helikopter nou opeens te betekenen heeft. Zijn het mijn vriendjes die we helemaal in het begin hadden waarmee we... Oh my fucking god. Oh mijn... Even serieus. Hoeveel mensen zijn dat? Ik pak de bom. Ik pak gewoon één bom. En dan lok ik ze al... Ook dat hij de enige is die mij ziet. Oké, we gaan dit doen. Let op, jongens. Dit wordt de meest tactische manier ooit om al deze monsters in één keer te doden. Als dit lukt, gaan jullie maar allemaal trakteren op een koekje. We zetten twee bommen neer, vlak bij elkaar. En we laten ze allemaal er lopen. Als dat lukt, ik weet niet. We gaan het gewoon proberen. Holy shit, zie ze lopen dan. Oh, dat was wel heel goed. Maar zijn ze alle vier nu? Ik hoop dat ze al... Ja, alle vier. Let op, let op, let op. Bam! Motherfuckers! Oh, even een dapper. Dat, holy shit. Die voelde heel goed. Oké, druk hier op die knop maar. Hupsakee, liftje omhoog laten komen. We gaan die zoutmijn in. Holy, ik ben echt benieuwd wat we in die zoutmijn gaan vinden hoor. Is voor de rest hier nog iets? Nee, het ziet er niet nou dat we... Oh, een kissie. En, oh, maar goed dat ik hier nog even loot hoor. Oeh. Oh, daar zeg ik geen nee tegen. En nog een kissie met... Oké, we krijgen zoveel kogels. Dat slaat werkelijk waar nergens op. We gaan in ieder geval met de lift. Moeten we nog een keer... Wauw, oké. Nou, drukken we er nog een keer op. Oké, we gaan naar binnen. Ethan, we gaan dit doen. Want in de zoutmijn is dus... Evelien... Schijnt, of iemand anders. Ik pak maar mijn wapen voor. We hebben drie... Jootje, 363 kogels. Dat is ziek. En het is hier fucking donker. I don't like this. Hoe diep gaan we überhaupt? Holy shit. Oké. Ik word hier wel heel zoutig van. Snap je, want het is een zoutmijn. Haha, oké, nee, maar even serieus. Dit is niet fijn. Oh, nee, nee, ik ken jou. Ik herken jou. Ik ken 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 jou. Jij moet gewoon in één keer dood, want de vorige aflevering gingen we mokerhard dood door jou. Holy shit, oké. Oh mijn god, hebben hier allemaal bommen geplaatst? You serious? Moeten we daar ook nog op gaan letten? Oh, wie doet Fidel voor plaatsen hier? Wie gaan we hier tegenkomen? Ook dat muziekje er al bij? Daar word ik niet vrolijk van, alsjeblieft. Oh nee. Oh, wat loopt daar? Oh! Oh mijn god, nee. Waarom? Wat de fuck doe jij hier? Kom op, kom op. Holy shit. Bedankt dat jij bommen voor mij hebt af laten gaan. Dan moet ik je wel even persoonlijk voor bedanken. Ja, shout out naar jou, meneer het monster. Dat me net fucking hard heeft geholpen met... What the fuck? Oké, we lopen door. Dat monster wordt zeer vriendelijk bedankt dat hij twee bommen heeft af laten gaan. Wat ik niet naar had gekeken. Het spreekt gelukkig wel van zich waar we precies naartoe moeten. Oh. Ik dacht echt even van, yo, we kunnen gewoon duidelijk het pad... Oh, bommen. Oké. Oh, we kunnen dus wel gewoon het pad volgen. Waar kom jij nou vandaan? Hans Kassan of zo? Hans Kassan. Oh, mijn god. Nee, niet nog één. Oké. Holy shit. Oh, mijn god. Rot op. Oh, nee. Ga dood. Waarom ga je... Hoeveel kogels heb... Dat waren mij iets te veel kogels. Fucking kutbeesten. Het zijn echt... Ik heb nog steeds een bloedhekel aan die honden. Jongen. Ook al zijn het geen honden, maar... Kom. Oh, ik hoor jou al. Ja, dikke Amula. Doei. Ik ga jou helemaal geen aandacht geven. Ik ga gewoon doorlopen. Ik kan hier nergens heen. Wat is dit nou even onzin? Ik moet zeker dat ding bewegen. Oh, kut. Jij bent dood. Oké, er komt een... Oh, kijk. Ja, we moeten hem drukken. En ik zit hier vast. Oh, wat? Jullie leven beide nog. Doe normaal. No, oké, hier. Neem gewoon een bom, jongen. Hier, neem gewoon een bom. En dan 3, 2, 1, R. Fuck jullie allebei. Fucking hard. Oh, wat? Yo, jij hackt. Jij bent een hacker. Wat? Als je hier springen dan? Hacker dat je bent. Hacker. Fucking hacker. Dat kan niet. Hij hackt. Sowieso. Nou, druk dit ding maar gewoon naar voren. Ja? Oh, je kan... Ethan is wel heel sterk, hoor. Moet je zien dan. Bam, motherfuckers. Goed zo. Oké, we hebben ook nog steeds die grenade launcher, maar die gebruik ik voor het moment supreme. En
Waar moeten we hierheen? Rechtdoor? Wat is hier? Ik denk dat hier helemaal niks... Nee. Dan moeten we hierheen. Wat gaan we hier hebben? Dit ziet eruit als iets met heel veel licht. En er zit inderdaad heel veel licht. Check hoe groot dit is, jongens. Yo! Ik zie daar een bom met een touwtje. Oh, kut. Daar gaan we niet eens heen kunnen. Zo, wauw. Ik zit hier... Ik moet echt opletten op bommen teasen, hè. Even serieus. Oh, we hebben shotgun shell. Jezus! Ik moet wel mijn pistool gaan gebruiken, bedenk ik. Yo, allemaal hoela. En we kunnen natuurlijk nog zo eentje combineren. Ja, dat doen we maar. Oké, dan hebben we iets meer ruimte. We hebben gewoon... We hebben zoveel kogels. Dat slaat werkelijk waar nergens op. Maar waarschijnlijk ga ik alles nodig hebben straks. Voor één ziek gevecht of zo. Laten we gewoon doorlopen. Oh, dat was een neppert. Holy shit. Dat had ik niet eens verwacht eigenlijk. Maar oké. Deur, die gaat open. Een zieke January, thanks to the guys. It's been about a week since my head's been clear and back to normal. And she still thinks she's got me. You guys really need to work on fixing that. Not only does she look like a little kid, but she's out as stupid as one, too. What? Mom and dad are still totally under tow. I was wondering, is this... What? Programmed into her. Maar het is toch geen robot? That bitch Mia is still somewhere in between Evie, La La Land and reality. She gets pretty violent, so I locked her up in a cell. I thought maybe Evelyn would get mad since Mia's her favorite and all. But she doesn't seem to care. Huh? Maar ik snap nog steeds niet waar die Evelyn vandaan komt. Dat is een beetje hetgeen wat ik heb. Like I said, your bioweapon is fucked. She thinks Mia her mommy. Evelyn's family obsession is getting out of hand. She's making everyone kidnap more and more assholes of the... Maar dat is haar familie of zo. Die mannen die dat hele huis houden. Evie's looking sick or something. Her skin is getting all wrinkly and she's getting gray hairs. Is that supposed to happen? It seems like... Oh, it's almost like she's getting old all of a sudden. Ja, wat? Dat is zo vaag. Dat is de meest vage enge laptop die ik ooit heb gehad. En ik moet even één hiervan maken. Ja, oké. En ik ga hem ook gewoon gebruiken ook. Hoe doen we dat? Ja, we doen hem zo even over mijn handje heen. Dan hebben we echt gewoon alle levens, weet je. Dat is belangrijk. Laat in ieder geval door deze deur gaan. Hallo, ik kom hier in vrede. Ik weet niet hoe het met jullie... Wat? 10 minutes after those dead? Next... Wie... Wat? Wat? Target acquired. Dit is de... A necrotoxin destroys cells of any subject based on the E-series bioweapon model of use only for disposal of E-series assets. The toxin must first be stimulated before use. What? Oh kut, ik drukte op ask. Wat is er dan in hun dit is allemaal gewoon één ziek, hoe heet het? This project, ja, yeah. Yo, hoeveel briefjes zijn... Oké, dat zijn heel veel briefjes. A common appearance was selected for the bioweapons. That of a roughly 10-year-old girl to ensure ease of blending in with urban refugee populations. What? Dat gaat allemaal over Evelyn. Dat is een test geweest hier in dit lab, om het zo maar te zeggen. Ja, hier gaat het gewoon verder. Ze is een test geweest. Er is iets in haar gespoten. En daar werd ze helemaal gek van. Om het even heel dom te zeggen. Maar ik zit nog steeds een beetje van waarom Evelyn. En waarom de fuck hebben ze deze testen uitgepakt. En waarom is Mia daar naartoe gegaan. Volgens mij was Mia namelijk op die boot als onderzoeker of zo. Omdat dat helemaal, ja. Dit gaat over die monsters die we de hele tijd doden. En die heette de Molded. Wat? Dan moet je ook maar achterkomen, weet je. For treatment of accidental... ja, hier. Die blokjes trouwens betekenen dat het is doorgestreept op het briefje zelf. Daar komen we er dus niet achter. In dat briefje ging het ook nog over het feit dat bijvoorbeeld Mia, die werd mommy genoemd. En dat schijnt dus volgens die wetenschappers die dit allemaal hebben gefixt, geflikt...
geflikt. Dat Mia waarschijnlijk iets van een moeder of zo wil. Of denkt van, yo, als ik bij mijn ding, als ik bij mensen samen ben, ben ik een familie. En dat valt minder op dan wanneer ik een eenzaam kindje ben, eenzaam meisje. Maar het kan ook zijn dat ze echt gewoon op zoek was naar iemand die voor haar kon zorgen. Echt heel interessant. Ik heb in ieder geval opgeslagen. We gaan kijken wat we hier... Ik heb zoveel kogels. Waarom? En wacht. Moet ik dat daarin doen? Ik denk het niet, maar we gaan het proberen. Voordat ik iets vergeet. Laten we eens proberen. Deze. Jo! Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Oh! Dit is het spul... waarmee ik iemand kan desinfecteren, volgens mij. Ja, destroy cells of any subject based on the E-Series Bio model. Dus als ik dat in haar spuit, dan gaat ze helemaal... Dan gaat het voor mij... Dan gaat ze dood, volgens mij. Oh, wat... Stel je voor dat ik dat was vergeten mee te nemen. Dan was ik echt dom geweest. Wow, what the fuck? Waar ben ik? Oh, ik ben hier weer. Ik heb een... Nee. Ik ben hier... Wacht, even kijken. Wat is dit? Ziek grote deur. Jezus, man. Wat moet je met zo'n deur? We moeten hierheen. Oh, jongen. Je moet hier ook maar alleen durven rondlopen. Gewoon helemaal niemand bij je hebben. Bommen liggen hier weer om het leven. En chemic fluid. Maar ik heb zo fucking veel kogels. Dat ik niet weet wat ik moet doen. Het slaat echt werkelijk daar nergens op. Ik... Ja. Wat moet ik op zo'n moment? Dit is zonde om te laten liggen. Ja, echt fuck dat. Ik moet maar gewoon verder. Het is zonde. Maar we hebben... ik denk echt op een bepaalde manier dat ik al die kogels nodig heb. Dus we lopen gewoon verder. En... What the fucking fuck? Yo! Ik heb echt het gevoel dat hier één ziek grote kraken uit het water komt of zo. Dat zou echt wel heel... Ik dacht even dat ik het hoorde. Dat zou echt wel iets voor dit spel zijn. Opeens zo'n vet random groot monster uit het water van... Hé hey, jongens, ik ben er ook nog. Oh! Wat? Oké, we rennen gewoon door. We rennen gewoon door. Ik ga... Oh. Oh, fuck. Ja, inderdaad. Fuck dit. Fuck deze shit. Oh, shit. Fuck inderdaad. Fuck inderdaad. Oh, mijn god. Ren eromheen. Holy shit. Waarom overleed ik dan? Dat weet ik niet. We rennen gewoon door. We moeten dus dood. Maar die verbeelding die we net zagen, dat... Oh, ja. Die geluiden, dat horen alleen wij. Ze is er namelijk niet echt. Dat heb ik ook gelezen. En we moeten hier gewoon heen. Ik ga al die monsters ga ik gewoon achter mij laten. Totdat eentje voor ons krijgt. Oh shit. Oh shit. Dit meen je. Oh mijn god. Die gaat dood. Ja, dankjewel. Nee, je bent niet dood. Holy tieten. Oh mijn god. Wat ben ik hier aan het doen? Ga dood. Ja, dankjewel. We moeten doorlopen. Oké, dat is het meest zonde ooit. Oh, waar moet ik heen? Oh nee. Ga dood. Ik heb mezelf opgesloten. Oh ja, rennen door. Oeh, dit is zo dom van mij. Oh, ik moet jou doden. Jij bent echt normaal scheidirritant. En ik hoor achter mij ook één. Oh mijn god, ik hoor inderdaad achter mij één. Holy shit. Oh, nee. Control, shift. Doe wandelwater over je heen. Holy tieten, daar loopt er ook één. Oh mijn god, wat moet ik hier doen, jongens? I don't know. Ik schiet er gewoon helemaal neer. Oh, rennen. Holy shit, wat doe jij? Holy shit, doe normaal. Waarom lig ik? Ga van me af. Was dat het? Dat was het niet eens. Oh mijn god, hier, maak kapot. En pak het op. Maak het op. Ik heb niet eens een shotgun bij me. Oh, ik verneuk het helemaal. Loop door. Ik ga er nu gewoon niet meer aandacht aan geven. Shit, hé. Hey. Godverdomme. Oké. Fuck al die monsters heel hard in de poep. En dan gaan we doorrennen. En ik heb ook hoeren veel kogels verneukt daar. En wat moet ik hier nou weer? Moet ik hier nou echt serieus zo naar beneden en dan doorlopen? Kan ik die zaklamp meenemen? Nee, dat kan niet. Oké. Evelien, ik ga jou fucking hard doden als ik je vind. Wat de... Oh, we zijn weer bijna buiten! Oh! Dat is fijn. Oké, wat is dat? Oh nee, hebben we hem weer hoor. Twee! Oké, bommen. Ik moet die bommen gebruiken, want dat werkte vorige keer. Hartstikke goed. Oké, hier twee bommen hier neerzetten. Oké, kom maar jongens. Kom maar bij papa. Ja, kom maar bij papa, papa. Oh nee, jij gaat niet op mij spugen. Je meent deze! Oh, heilige tieten. Oh nee, ze zijn ook... Deze zijn een stuk groter trouwens.
Oh, hier, kom op. Neem een bom, neem een bom. Kom hier naartoe en dan... Bam. R. Jij bent... Dit slaat werkelijk alles. Jij bent zo hoerig groot. Holy... Ja, dikke Amahoula Titusoi. Hier, neem bom. Holy Amahoula. Kan ik jou doden? Dit ge... Ja, jij bent dood. Oké. Okay. Jij nog niet. Oh, mijn god. Gadverdamme. Oh, gadverdamme. Jezus. Ik begrijp nu ook al waarom ik hoeren veel kogels krijg. Je neemt zo'n ding. Motherfucker. Echt waar. Burn, baby. Burn. Oh, nee. Hij zit nog steeds achter me aan. Nog gewoon eentje. Hier. Neem nog maar één. Woe, motherfucker. Is hij dood? Hoe dan niet? Ja. Oh, hij gaat exploderen. Pas op. Gadverdamme. Oké. Okay. Loot is dit allemaal maar. We hebben het overleefd. We hebben wel echt hoerenveel dingen weer verbruikt. Jongen. Ik denk dat ik mijn shotgun nog bij moeten hebben. Oh, jongens. Bommeties gebruikt. 4 of 6 bommen. Ja, dit is wel... Het klinkt zo zonde, maar we zijn zo dicht bij het einde dat ik denk dat het ook niet heel veel uitmaakt. We looten dit in ieder geval allemaal. En we gaan... die trap. Had ik die trap zo net niet gewoon kunnen nemen dat ik veilig naar boven kon? Ik weet het niet. Ik heb scheid. Ik ga nu gewoon... We hebben ze dood. Een hoerengroot monster en een iets kleiner monster, maar I did it. En dat kan ik trots zeggen. Heel trots. Laten we verder lopen. We gaan weer terug naar binnen. Ik dacht dat we buiten... dat we buiten waren. Nou, dan gaan we kijken wat we hier hebben, hè. Hallo? Ik loop hier ook echt dodelijk met mijn mesje zo van... Yo, ik had ieder monster aan met mijn mesje. Dat gaat echt niet lukken, hoor. Dat gaat echt niet lukken. Dat kan ik je zo vertellen. Holy shit. 100 kogels. Een mindmap. En een effie. We gaan opslaan. Holy shit. Oké. Okay. We hebben hier nog steeds genoeg kogels voor. En we gaan dit openen. Of druk het kapot. Wacht, wat? Yo, jullie weten allemaal waar we zijn. Als je deze hele serie vanaf het begin hebt gekeken. Aflevering 2. Waren wij precies hier. De what the fuck? I did not see that one coming. Ja, kijk. It's not here. It's gone. It's gone. See? What the fuck? 1001, die oma is... Wat is die oma? 1001. Is hij ook zo'n test-subject? Yo, even serieus. Dikke brain fart. Oké, we lopen hier nu wel met wapens en alles. Dus dat is wel een beetje fijn. Maar we gaan hier naar boven. We zijn dus... Oh, wat? 1001. Dat is volgens mij de oma. En de telefoon. Als er nu iemand opneemt, hè, dan ben ik echt bang. Oké, het valt mee. Als dat zo was. Holy shit. Laten we in ieder geval doorlopen. Ik hoor die... Wat? Oh ja. Dit is een flashback. Hallo? Wat? Waarom is het... Ja, waarom zie ik dit? Waarom is het mij, Ethan, zijn fout? Ik heb nog niks misdaan. Oh, jongens. Wat wil ik graag die wc gebruiken om mijn darmen te legen voordat ik in mijn broek ga schijten. Oké. Okay. Oh. Oh mijn god, wat? Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy. Oh, but you shouldn't have done that! It fucking hurts! Does it want to be my daddy? Then he can die. Now it's mommy's turn to kill you. En dan heb je de... Wat? Wat? Maar waarom is hij mommy? Dat is mijn vraag. Dat vind ik zo... Dat is echt even de vraag van... Oh, dat lag je... Oh! Oh! One of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me!
Oh mijn god. Oh, is dat de echte? Wat? Waarom staat daar opeens die pop? Nee, wat? Deze pop, what the fuck? Dat is zij, dat is zij! Die poppen! Dat is Evelien, die we helemaal aan het begin tegenkwamen. Dat zijn die poppies. Oh, een serieuze deur kan niet... Godverdomme. Zit hier nog steeds in het hoerenkuthuis opgesloten? Oké. Huh? Waarom ga je opeens dicht? Oh, dat... Oké. Ik denk dat we terug moeten. Ik denk dat we hier ergens moeten zijn. Of niet? Hier naar boven. We gaan naar boven toe. We gaan helemaal naar boven. Ten sol... Oh! Oh! Oh, dat zijn hele enge nare Oh, doe normaal. Oh, nu sta je daar weer. Nee. Wat? 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 Oké. Won't let you get... If you want to take her out with the E... You have to guard against... Hoe dan? What? Hoe gaan we dit doen? Stay away! What? What the fuck? Dit is... Ja, jongen, als jij de hele tijd dit doet, kan ik niks. Fucking hell. Guard. Oh, wat? We moeten guarden of zo als we daar naartoe lopen. Wat? Oh, wauw, dat werkt. Oh, dat werkt dus. Oh, inderdaad. Oké, anders gaan we fucking hard dood. Ja, 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 ja. Oh, Ethan. Oh, wat doe ik nou weer? Oh, je bent gek. Je bent gek. Je bent echt gek. Je bent... Holy shit. Ik kom eraan. Ik kan dit. Ik kan dit. Ja, doe het maar. Doe het maar. Oh ja, we maken... Het gaat zo langzaam. Oh, we kunnen dit. We kunnen dit. Kom op, kom op, kom op. Oh, nee, 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 nee. Ja, ik kan dit. Fuck jou. Fuck jou. Fuck jou. Nee, 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 nee. So close. So close. Je hebt zo ver. Je hebt zo ver. Ja! Oh nee, what the fuck is dit? Wat? Wat? No way, wat is dit? Dit gaat helemaal nergens over. Wat? No! Hierheen, hierheen, hierheen. Dat kan niet eens. Wauw. Wauw, ben ik daar nou echt in getrapt? Ik ben er echt in getrapt, oké. Okay. Wat dus klopte, die 1001, dat is subject 1 natuurlijk, en dat is fucking die oma. Die oma is Evelien, maar dat verklaart wel een heleboel. Maar waarom dan is zij, waarom is ze nou zo jong? Dat slaat nergens op. Oké, we gaan dus nu Evelien slash de oma doden. Ik ga eerst gewoon deze gebruiken. Ik weet niet of het nuttig heeft, maar we doen het gewoon. Oh, ze staat wel lekker in de fik nu. Holy shit, hier, gewoon allemaal kogels schieten. Motherfucker, woe! Fuck jou, oma! Oké, okay. Dit schiet toch ook niet op, man. Oh, ze komt wel dichterbij. Ze komt dichterbij. Oké, okay, hier. Oh, reload. Oh, nee. Die deur. Nee, die kan niet. Oké, okay, hier. Neem kogels. Oh, wat doe ik? Hoe kan ik jou doden? Oh, nee. Nee. Au, au. Nee, nee, nee. Doe het niet. Hoe de fuck ga jij dood? What the fuck? What the fuck? Nee, ben ik nou weer dood? Of niet? Wat? W-
Wat? Wat? En dan moet ik reloaden. No way. Nou, ik moet alles reloaden. Niet. No way. Wat ben jij? Doe normaal. Ja, dikke tietenzooi. Dan vliegt er ook gewoon een helikopter overheen, hè? Kom op, reload dat ding. Reloaden, 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 reloaden. Die zet hem in de fik. Au, 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 au. Ja, ik ga dood. Ik ga nu fucking hard dood. Ja, rip mijn hele leven. Ja, oh nee, wat? Ja, jezus man. Ik kan niet eens reloaden. Ja, jongens. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ja, ik kan ook niks. Ik moet echt, ik reload ook gewoon dood. Leuk hier. Hier, neem, kom op. Neem, nou, dan doe maar zo. Dan schieten we gewoon zo, ja. Oh. Oh! Oh shit, oh shit. Nee, 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 nee. Waarom gaat dat ding opeens af? Wie? Wat? Albert? Wat is dat nou weer dan? Waarom belt hij op? Ja, omdat hij natuurlijk... Oké. Oké, hier. Ja, oh ja, dat vind je niet leuk, hè? Haha, you motherfucker. You motherfucker, hier. Oh, you don't like that. Oh. Wat? En nu komt... Of er komt iemand uit, of er is helemaal niks. Opeens zijn er ook gewoon mannen die mij helpen hier. Ik ben goed, gezond. I'm Redfield. Glad we found you. The fuck took you guys so long? What? Ethan? No way, Mia! Mia. You made it. I'm glad. Did I? Damn! They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. Ja, zeg dat wel. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. Yeah. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Ja, een hele boot gewoon midden in een moeras. She's come to terms with losing me. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Ja, dat is wel iets. Hoe kan je daarmee leven? Maybe this is where the next door opens. Oh, wat een mooi eind, zeg je. Wat een mooi eind praat hij, hoor. Damn! Resident Evil Biohazard. Dat was wel echt ziek. Wat is dat nou weer? Wat? Dan gaan we zeker nog iets laten zien dat er toch nog iets is en dat we dan een nieuwe aflevering krijgen. Of niet? Wat? Wat is dit? Oh, dit is gewoon een eindfilmpje. Ik vond het echt een super vet spel. Het is wel een beetje een ingewikkeld verhaal, want wij gingen dus Mia redden omdat we het berichtje hadden gekregen, maar dat was op die boot gemaakt.
Dat is echt heel raar. En check trouwens die beelden hier. Ik laat het gewoon op de achtergrond staan, terwijl ik er overheen praat. Ook al zie je niet heel veel bijzonders, maar ik vind het wel vet gemaakt. Maar even serieus, ik dank jullie allemaal zo erg voor het volgen van deze serie. Druk allemaal op blauw duimpje omhoog voor dit einde. Ga allemaal kijken naar Outlast 2 in de beschrijving. En ik ben ik laat meestal in de beschrijving nog wel iets staan van een linkje naar een stuk tekst of een video waarin het verhaal wat beter wordt uitgelegd. Want ik zelf probeer het altijd goed te begrijpen, maar soms mis je gewoon dingen omdat je opneemt. Maar het verhaal is dus dat wij Mia wilden redden. En toen, ja, ging het helemaal kut. Want die Baker family was in de macht van oma. Wat dus fucking Evelyn was. Waarom hadden we niet gewoon gelijk die oma doodgeschoten, weet je? Ik heb er zo vaak over gehad van wat de fuck moet ze hier? Ja, dus dat het valt wel een beetje in elkaar, het verhaal. Ik bedank jullie heel erg allemaal voor het kijken. Druk zeker met dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer, reageer. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En het is bedankt nogmaals allemaal voor de support op deze serie. En doei mensen!